Een partij die met z'n allen de straat op gaat. En wat hebben we dat laten zien vandaag? Een ongelooflijke mooie dag. 6000 rozen, al deze mensen, jong en oud, met z'n allen de straat op. En volgens mij hebben we er echt een fantastische dag van gemaakt. Op zo'n dag voel je met z'n allen van onderuit je tenen hoe nodig het is dat wij met z'n allen staan naast mensen, luisteren naar mensen zoals de helden van Karin en met elkaar in actie komen. De keuzes zijn helder. Kiezen we voor de winst van grote bedrijven of kiezen we voor sociale zekerheid? Kiezen we voor verdeling of verbinding? Of kiezen we voor wegkijken of verantwoordelijkheid nemen? Maar het komt erop aan. Gaan we voor sociaal? Gaan we voor bestaanszekerheid van iedereen en vooruitgang voor iedereen? Of kiezen we anders? Daar zijn we allemaal voor nodig. We hebben vandaag laten zien dat we het kunnen. Samen deze hele stad rood kleuren. We hebben laten zien dat we het kunnen. Geen kind in de kou laten staan. We hebben laten zien dat we het kunnen. Goede en nieuwe ideeën bedenken en met elkaar in actie komen. Ik doe een groot beroep op ons allen. En ik weet dat ik dat niet zonder reden doe. Omdat in de komende maanden en al die dagen die daarna komen met elkaar op te pakken. En ik hoop dat jullie het echt allemaal heel erg leuk hebben gevonden. Voor mij is dit de Partij van de Arbeid. Zou ik hem heel graag zien betrokken. Met warmte en met liefde voor elkaar. Lieve partijgenoten, heel hartelijk dank. Aan de borrel, aan een drankje en heel wel thuis. Tot de volgende keer.